Goed, welkom dames en heren bij Uitgeverij Aspect. Bij mij is Henk van der Linden. Henk, welkom. Ik heb hier zelf een aparte catalogus van jou op de uitgeverij. Met de Engelse onderscheiding die je ook gekregen hebt. Naar aanleiding van jouw werk en onderzoek. Dat geeft al aan hoeveel jij gepubliceerd hebt in de loop der jaren voor Uitgeverij Aspect. En dat begon eigenlijk allemaal met dit boek. Dit is de Engelse versie, maar er bestaat ook een Nederlandse van. Deze? Ja, 3 massagraven voor de Nederlandse kust. Ja. En de Engelse titel is The Lifeboat Squadron. Lifeboat Squadron. Dat zeg ik zo goed? Ja. Wat was dat? En wil je jezelf introduceren? Wie is Henk van der Linden? Je komt uit Den Bosch. Vanochtend kom ik uit Den Bosch. Ik ben geboren en getogen Brabant, Oostenrijker. Heb in dit leven 2 maanden gedaan. Maar waar ik hiervoor ben, is het gevolg van mijn belangstelling voor geschiedenis. En die is vooral getriggerd door de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog, een fenomeen. Wat onbegrijpelijk is, voor veel mensen nog steeds onbegrijpelijk, wat daar destijds heeft plaatsgevonden. En dat heeft me bezig gehouden een hele tijd. Toen vanaf dat ik een jaar 40 was of zo. Dus veel naar Ypres geweest. Dit is allemaal erg bekend. Tot het een keer persoonlijk in mijn eigen leven ingaat. Die Eerste Wereldoorlog zelf, bij een bezoekje aan de begraafplaats in Den Haag. Waar ik graven vond van Britse zeelui die bleken te zijn omgekomen op 22 september 1914. Dat is gisteren 107 jaar geleden. Ja. Terwijl Nederland neutraal was. Ja, ja, voor onze kust. Drie grote Britse kruisers getorpedeerd door 1 Duits onderzeebootje. 1450 man omgekomen, een paar honderd gered. En mij was het volstrekt onbekend. Dus daar ben ik me in gaan verdiepen. Wat is daar gebeurd? Hoe heeft dat kunnen gebeuren? En dat heeft inderdaad geleid tot dit boek. Wat een hele bevalling was ook hoor. Dit boek. Ik had van tevoren al heel wat boeken gemaakt in een ander leven. Ja. Schoolboeken. Ja, ja. Een paar honderd studieboeken. Ja. Maar dit boek schrijven, dat heeft me een jaar 4 gekost. Want jij wilde reconstrueren wat daar gebeurd is voor die Nederlandse kust. Hè? Wat wonderlijk is. Wij waren een neutraal land en hier spoelden de lichamen aan van Britse zeelieden. Ja. Ja. Die 30 kilometer buiten de kust op een mooie zomerdag in september om zijn gekomen. Dat bleek een heel bijzonder verhaal te zijn, omdat de Britse Navy heel erg met die rampen in de maak zat. Ik heb die titel zegt dat ook, hè? Lifeboat Squadron, het levende aas, hè? Hoe moet je dat zo vertellen? Lockhart was de bijnaam die de schepen zelf hadden. In Engeland zelf, onder elkaar. Maar de Britse Navy was er zo gegeneerd door dit Duitse onderzeeboot dat van elkaar had gekregen, dat ze deze mannen, want het waren mannen, het waren reservisten, de meesten met vanuit gezinnen met kinderen, die waren opgeroepen voor de Navy om de passage van de Britten naar het vasteland toe, in het begin van de oorlog, om die veilig te laten gebeuren. Dus ze lagen hier eigenlijk een beetje ter bescherming van de overzichten van de Britse soldaten die echt moesten gaan vechten. Uh-huh. Maar deze schepen, die waren ongeschikt. En die Duitse boot die had het dus gewoon goed gezien. Die heeft en ongeschikt? Waren ze verouderd? Of? Ja, zeer verouderd. Okay. Heel onbewegelijk en lagen daar eigenlijk terwijl ze helemaal niet eens mochten zijn. En de Britse Navy was daar buitengewoon gegeneerd over dat dat is gebeurd. En die hebben dat ook niet willen weten voor de slachtoffers zelf. Ze hebben die mensen tot mist at sea verklaard. In plaats van killed in action. En dat zijn maar een paar woorden. Maar die woorden die geven een wereld van verschil voor de familie. Al die gezinnen en al die moeders die bleven zonder mannen, zonder vader achter. Maar ook zonder pensioen. En dat heeft
omdat ze uit een paar dorpen kwamen in de omgeving van Manchester. Die familie van die overledene hebben geen pensioen gehad, omdat die soldaten werden gebrand als vermist, min of meer, op zee. Ja. In plaats van gesneuveld. Ja. Dat is een enorm schandaal. Is ook nooit goed gekomen. Ja, oké. Okay. Dus die gezinnen, ja. Die kwamen uit vier dorpen in de omgeving van Chatham. En die vier dorpen, daar waren eigenlijk de vaders van de staat, deur voor deur, waren de vaders in één klap weg. Ja. Die zijn ook, die moeders konden het gezin ook niet meer onderhouden, want er was van de staat uit geen pensioen, en de werkgever uit ook geen pensioen. En de neven die erkende geen schuld, die hebben het onder de tafel gepoetst. En dat heeft een enorm drama opgeleverd voor al die mensen daar. En dan in een hele kleine omgeving. Maar er is er ook verder, toen de hele oorlog zich voortrolde en er miljoenen mensen sneuvelden, is er ook verder geen aandacht meer aan gegeven. Nee. Er is er ook geen monument voor geweest. Er is ook nooit één herdenking geweest. En ik vond dat zo'n grootschuwelijk schandaal. Ja. Dat ik denk, ja, dat moet er keer iemand opschrijven. Dat is wel een mooie positie. Jij uit het neutrale Nederland. Ja. Die... Ja. Maar ik wist toen nog niet waar ik begon. Dus ik heb geprobeerd om daar een boek van te maken. En dat is me uiteindelijk wel gelukt, maar met een hoop moeite. En voordat het op me doordrong hoe dat ik dat nou zou kunnen. Kijk, een boek maken op zich is niet zo moeilijk. Als je een economieboek schrijft, zoals ik heel veel heb gemaakt, dan is dat de wetenschap en die vertel ik dan naar de tijd van nu voor de mensen waarvoor het bedoeld is. En dat kan van HBO zijn tot heel eenvoudig. Economie is gewoon wetenschap. Maar geschiedenis zijn dingen die zijn gebeurd. En hoe schrijf je die nou op? Dus ik heb op een gegeven moment heb gedacht van, dat lukt me nooit meer. Ja. Toen heb ik het gewoon maar in een grote doos gedaan. En niet meer naar gekeken. Tot het kwartje. Uiteindelijk na, ik denk, anderhalf jaar niks doen, er viel en mij binnenschoot dat ik het eigenlijk niet zelf moet vertellen wat er is gebeurd, maar dat ik de mensen moet laten vertellen die erbij waren. Ik realiseerde me dat ik 10 verhalen had. Ja. Van overtuigen. 10 overtuigen, ja. Ja. En die vormen dus de kern van die boek. Het middelste gedeelte zijn gewoon 10 verslagen van mensen die erbij waren, die in die zee hebben gedobberd en zijn gered. Sommige waren kinderen bijna nog. Ja, er waren 15-jarigen bij ook. Ja, onvoorstelbaar. Ja, en dus het eerste deel van het boek is hoe is het zo gekomen? En het laatste deel is wat is er aan de hand nog gebeurd? Ja. En het middelste deel zijn de verhalen van de mensen. En dat brengt mij... Ja, dat is eigenlijk een soort kernpunt in jouw werk geworden uiteindelijk. Hè? Die gewone man, de gewone mens. Geschiedenis is de optelsom van al die... Ja, we zien het begonnen. Ja. Geschiedenis... Ik ben geen historicus, ik ben een soort van bedrijfseconoom die dingen redelijk goed kan opschrijven. Maar geschiedenis is, in mijn beleving, bestaat uit een aantal feiten die zijn gebeurd. Mm-hmm. Maar is vooral hoe mensen daar mee hebben kennis gemaakt, hoe ze het hebben meegemaakt, hoe ze het zelf hebben beleefd. En dan is oorlog... iets wat bij iedereen blijft hangen. Dus ik heb voor mezelf als overkoepelend thema van de dingen die ik nadien ben gaan doen, genomen wat oorlog met mensen doet. Dat is eigenlijk waar rondomheen ik mijn boeken maak. Ja. Wat oorlog met mensen doet. En wat daaruit voortkomt, is dat ook nog... dat mensen vaak een wolf zijn voor andere mensen. De mens is de wolf voor de medemens. Ja. Dat is het tweede thema. Maar dat zit ook in de Catalogus. Daaronder kun je mijn... oorlog brengt vaak ook het slechtste in mensen voort. Ja, want je hebt ook een boek bij je, wat je wat dat betreft misschien een beetje als voorbeeld ook ziet, hè? Die van de Nobelprijswinnaar. Ja, ik heb... wat ik hier in het klein heb gedaan, doet Svetlana Alexievich, deze dame. Dat is een Russische dame, die heeft in 2015 een Nobelprijs gekregen voor literatuur.
wat in Rusland buiten conflict is gevallen. Maar geen wonder. Deze dame die maakt geschiedenis door de verhalen van de mensen op te schrijven zonder die te commentariëren. Dus die heeft bijvoorbeeld voor de ontploffing van de kerncentrale in Rusland. Chernobyl. Ja. Heeft ze de mensen die het overleefd hebben, die erbij waren, die het meegemaakt, heeft ze geïnterviewd en heeft gezeten op tafel en laten praten. En dan had hij daar een boek van gemaakt. Alleen dat. Dus dat is een geschiedkundig feit. Maar wat daar is gebeurd, als je 1000 mensen interviewt, heb je 1000 verschillende invalshoeken, maar wel rondom dat geschiedkundig feit, dat ding, die ontploffing die daar heeft plaatsgevonden. Ja. Zij heeft na de terugtocht van de Russische leger in Afghanistan in de jaren 80 hebben de Russen daar 10 jaar gezeten. Er zijn 15.000 Russen bij gesneuveld en 10.000 jongens bij gewond geraakt. Heeft zij de familie van de jongens die zijn omgekomen geïnterviewd? De moeders. De moeders en de jongens, de mannen die het overleefd hebben. De gewonden die het overleefd hebben. En de niet gewonden, maar geestelijke enorm beschadigden ook die het overleefd hebben. Gewoon zoals wij hier zitten. We zetten een recordertje op tafel en praten. En die verhalen die zijn overkort hierin terechtgekomen. Overkort. En dat is werkelijk meer dan verschrikkelijk. Wat die mensen vertellen, wat ze hebben meegemaakt. En dan gaat het dus over Russen in Afghanistan, die daar 10 jaar zijn geweest. Die daar heb ik geprobeerd een beetje orde in te scheppen. Die hier eigenlijk alleen maar zijn geslaagd om de rotzooi nog veel groter te maken. Waar we nu nog steeds de ellende van hebben. Maar zij heeft daar geen mening over. Ze schrijft op wat die mensen hebben gezegd. Ja, ze zit niet op de stoel van de rechter. Ze laat de verhalen spreken. Ze laat die mensen vertellen. En als je dit dan gelezen hebt, dan heb je een beeld van wat daar is gebeurd. Ja. En dan kun je zelf als lezer je eigen mening vormen. Wat vind ik daar nog van? Wat blijft er bij mij van hangen? Nou, en dat... Ja, Israël Meijer maakte vroeger wel eens interviews in de krant. Daar werd geen enkele vraag over gesteld. Die liet ze maar praten. Die liet ze praten, ja. Dan had je een hele pagina met tekst over een auteur. Ja. Dat was geweldig. Ja. Na afloop, en je werd ook niet gestuurd als lezer. Dat vond ik het prettige eraan. Je kon eigenlijk direct, je had het gevoel dat je direct toegang had tot de bron. Ja, maar dat heb ik nou, dit uitgangspunt, dit wist ik niet hoor. Ja, je hebt het eigenlijk onbewust op die manier gedaan. Maar dat heb ik nadien gedaan voor de Eerste Wereldoorlog in ons land. Ja, dat is een enorme serie. Ik heb hier, dit is een deeltje uit jouw stad, Zetterenbos. In de Eerste Wereldoorlog heb je hier een deeltje over Gelderland, een deeltje over Brabant. Dus soms is het een stad, soms is het een provincie. Ja. Den Haag. Als provincies. Hoe groot is deze serie? Zijn 15 delen. 15 delen. Ja, 11 delen, de 11 provincies die we toen hadden. Flevoland zit er niet bij, die hadden we nog niet. Stond nog niet in die tijd. Nee. Maar als je geïnteresseerd bent in de Eerste Wereldoorlog, dan vinden ten eerste veel mensen vonden dat erg vreemd. Want er is een oorlog buiten onze deur. Ja. Nederland had er niks mee te maken. Waarom interesseert jou iets wat niet op Nederland betrekking heeft? En daar heb ik me lang over geërgerd en toen gedacht van ja, we moeten gewoon laten zien dat die oorlog wel effect heeft gehad op Nederland, omdat het nou eenmaal wat er in de wereld gebeurt en de wereldoorlog altijd gevolgen heeft, ook voor een klein landje wat niet tussen die schietende partijen zit. Ja. En waar vindt het dan plaats? Het vindt plaats geen grote dingen in ons land, maar mensen zelf hebben ermee te maken gekregen. En wat hebben Nederlanders in die tijd, in 1418, nou te maken gekregen met die oorlog? Waar vind je dat? Ja. Die mensen zijn dood. Ja. Die zijn er niet meer. Maar we hebben wel hier in Nederland 650 historische verenigingen die lokale geschiedenis proberen te beschrijven. Dat is eigenlijk enorm, hè? Dat we zoveel... ik heb geen vergelijkend materiaal uit het buitenland. Je zou denken dat wij niet zo historisch bewust zijn, maar 650 heemkundige kringen is toch een behoorlijk aantal. Ja. Kring, historische kringen, dat is ook genoemd. Er zijn er veel. Ja. Elk gehucht heeft er eentje. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Nou, als je die nou
En dat heb ik gedaan. Ik had vragen van, hebben jullie ooit iets onderzoek gedaan naar de Eerste Wereldoorlog? In jouw omgeving? Ja. Dat heb ik gedaan. En het resultaat ligt hier. Ja, dat is bijzonder. Dit is hervonden goud eigenlijk uit het verleden. Ja. Mensen hebben daar ooit een keer verslag van gedaan. Mensen hebben verhaaltjes opgeschreven, hebben onderzoek gedaan en de resultaten daarvan opgeschreven, die zijn gepubliceerd in de lokale bladen. Dat is eigenlijk nooit verder gekomen. Elke vereniging heeft zijn tijdschrift. Ja. In de jaren 30, in de jaren 40, 50, 60. En die blaadjes die zijn er nog. Niet wijdverspreid, de meeste zijn bij het archivier terechtgekomen, maar de kring zelf hebben ze nog. Ja. En dan, ik heb gevraagd, mogen wij die opnieuw publiceren? En dan ligt er dus 15 van die boeken. Ja. 500 gemiddeld pagina's, 7500 pagina's, lokale geschiedenis van Nederland. Ja. Eerste Wereldoorlog. En zeg nou maar eens dat er niks gebeurd is. Ja, dat is eigenlijk voor die mensen is er echt heel veel gebeurd. Nou ja, want er was natuurlijk een enorme vluchtelingenstroom. Oh. Dat mensen denken, dat is, we zitten nu met vluchtelingenstromen, maar in de Eerste Wereldoorlog was het enorm. En voedseltekort en de Nederlandse kolonie die zijn revenue niet meer naar Nederland kon brengen, want de wereldhandel lag stil. Er is enorm veel gebeurd. Ja, er is oproer geweest vanwege honger. Ook, maar allemaal op lokaal niveau hebben mensen daar het gevolg van gehad. En dat is met de Tweede Wereldoorlog ook het geval. Ja. Als je zegt, de Tweede Wereldoorlog is er nou veel over geschreven. Ja. Maar er zijn dingen waar we eigenlijk nog nooit iets over, of niet veel over hebben gehoord. We weten allemaal dat van een dorp of een plaats of een stad, wanneer dat die bevrijd is. Maar weten we wat die mensen die daar toen wonen hebben meegemaakt? Ja. Nou, je ziet foto's van huizen die kapot zijn, want dat hebben ze meegemaakt. Ja. Dus ik dacht, bij de bevrijding 75 jaar van Nederland, dus een paar jaar terug, laat nou eens kijken wat er in Brabant met de bevrijding is gebeurd. Zijn er nog mensen, ook getuigen van toen, die dat hebben opgeschreven? Ja. Dan heb ik zelf de truc toegepast. Dan heb ik de kring van Brabant gevraagd, van hebben jullie verhalen van destijds, van ook getuigen? Ja. En mogen die opnieuw publiceren? Dat is boek Brabant. Bevrijd van ontstaan. Ja. Nou, dat is geweldig. Je hebt natuurlijk op die manier weer zaken toegankelijk gemaakt die eigenlijk laag te verstoffen, zou je kunnen zeggen. Ja. En die toch actueel zijn. Even nog één vraag terug. Want je hebt het over Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Ben je ook een voorstander van dat idee van de korte 20e eeuw, dat die twee conflicten met elkaar verbonden zijn? Ja, ik kan mij niet anders. Ja. En naar de hand is dat gewoon verder gegaan met de Koreaanse oorlog. En, blijft gewoon. Het is gewoon één grote oorlog. Ja. Nee, maar even. Jij was erbij toen dat boek aan de commissaris van het Koning werd gepresenteerd. En wij hebben nagepraat. We hadden de hele kringen de voorzitters uitgenodigd die aangeleverd hadden voor Brabant bevrijd. Wij zijn. De commissaris die ging weg. En wij hebben zitten praten met die voorzitters. Dan heb ik tegen hem gezegd. Wat doen jullie nu zelf nog? Dan zegt er eentje. Nou, ik ben bezig met de geschiedenis van mijn vader. Die heeft in Duitsland dwangarbeid gedaan. Opgepakt. Naar Duitsland gebracht. Heeft er 2 jaar gewerkt. Dwangarbeid. En ik weet echt niet wat hem is overkomen. Er was iemand net van mijn leeftijd, dus net in de 70, die dat vertelde over zijn vader. Ik ben aan het zoeken wat mijn vader heeft meegemaakt, want ik weet er niks van. Ja. Maar er zaten er nog meer. Er zat pas nog eentje. Zei ik ben precies hetzelfde. Ik herinner me nog. En toen heb ik tegen jou gezegd, Perry, wat weten wij hier in Nederland van? Ja. Maar niet veel, zeg Perry. Je hebt een boek van Seijers, een aantal academische studies natuurlijk. Maar het is weinig doorgedrongen tot, men weet dat het heeft plaatsgevonden, maar het heeft geen plek gehad eigenlijk. Gebeurden wij hetzelfde als toen op die begraafplaats in Den Haag. Een zerk tegenkwam met name van Britse zeelui. Wat is hier gebeurd? Dus ik denk, twee mensen hier die de geschiedenis van hun vader uitzoeken en wij weten van niks. Ja. Maar toen ben ik eens gaan kijken en er zijn 500.000 Nederlanders die gedwongen in Duitsland hebben gewerkt. Die zijn teruggekomen en hebben nooit wat verteld. Wat is er niet? Maar waarschijnlijk hebben ze wel verteld. Ja. Dus wat heb ik nou gedaan? Weer dezelfde heemkundige kringen gevraagd van, hebben jullie verhalen van mensen die in Duitsland hebben moeten werken? En mogen we die verhalen opnieuw hebben? En die heb ik nu.
Ja. En die komen volgend jaar, als het goed is, bij jou uit. Nou, fantastisch. Ja, nee, ik maar denk, dat is dus hetzelfde als wat zij heeft gedaan. Ja. En wat ik hier heb gedaan, is de geschiedenis proberen te begrijpen door de verhalen van de mensen zelf. En daar met gezond verstand ook weer mee omgaan. En je eigen conclusies uittrekken. Dus geschiedenis is... En over die gewone mensen gesproken. Ja. Hoe werd erop gereageerd in Engeland? Want dit heeft nog een heel gevolg gehad, dit onderzoek van jou. En je bent daar ook geweest, je hebt mensen gesproken. Dus dat is volgens mij een herdenking. Nou, wat was mij vooral de stak, is die 1450 jongens, dat er nooit enige aandacht aan is gegeven. Toen heb ik bedacht van, als ik dat nou eens probeer te regelen. Dus het boek is verschenen, ook in het Engels verschenen. En ja. De presentatie van het Engelse boek heb ik in Engeland gedaan. Daar wat berichten in kranten over gezet dat er dat aan zat te komen. Nabestaande van die jongens en die mannen geprobeerd te vinden. Nou, dat is gebeurd. Er waren toen het zetten waren de 80. En toen ik naar huis ging, toen dacht ik, nou heb ik die 80 wel gevonden. Maar op 1450 overledenen. Al met gezin met kinderen en al zoveel generaties verder, dan moeten we weer mee. En toen dacht ik, nou laat ik maar eens een vereniging oprichten. Heb ik een vereniging opgericht, de Life-Based Sporting Society, een website gemaakt. Ik zag nog een nieuwsletter langskomen. Ja, ik heb er 18 bulletins uitgestuurd intussen. Ja. En toen ik er genoeg had, ben ik maar eens naar Engeland op pad gegaan om te kijken of ik daar geen echte officiële herdenking georganiseerd kon krijgen. En dat is nou uiteindelijk gelukt met een hoop tegenstand. Er waren duizend mensen die over de hele wereld aan het toe zijn gevlogen. Heel bijzonder. Ja, zeker. Emotioneel denk ik, of niet? Ja, voor hen wel. Ja, natuurlijk. Ja. Dat was de eerste keer. Ja. En ja, er zijn een paar mensen geweest die hebben daar een briefje over geschreven naar de Britse koningin. En naam hiervan de liedje. Ik was daarbij. Ik vond dat een belevenis, moet ik zeggen. Nou, in die Britse, was het ambassade? Was het ambassade. Ja, ik vond het heel bijzonder. Ook hoe die Engelsen dat deden. Ja. Aan de ene kant erg veel ceremonieel, aan de andere kant was het ook joviaal op een of andere manier onder elkaar. Ik vond het bijzonder hoe dat was. Was een mooi bijzonder dingetje aan. Ik had met de secretaresse van de ambassadeur afgesproken dat ik daar niets mocht zeggen. Ja. En wat ik wilde zeggen, heb ik nooit mogen zeggen. Nee, maar dat begrijp ik ergens wel, dat ze daar toch een beetje voorzichtig mee waren. Wat ik wilde zeggen is van dat ik dit heb gedaan, in feite uit ontwaarding. Ja. In feite dat ik er zelf nooit iets voor die jongens en die families heb gedaan. En dat ook niet de wens was, dan is ik heel voorzichtig, van de Britse Navy. Nee. Ja, oké. Okay. De Britse Navy die heeft me altijd tegengewerkt hierin. Die wilde dus die herdenking ook niet hebben. Bij de herdenking zelf moesten ze komen. Ja. Zijn ze ook geweest met de grote band. Dat was echt geweldig. Ja. Maar de first seaboard die was daarbij, die heeft me geweigerd een handje te geven. Die heeft nooit met me willen spreken. Omdat er zo onderdruk niks. Dat dit, Je hebt erkenning en tegenwerking tegelijkertijd gehad. Ja. En daar was de deur, was bang dat ik daar iets over zou zeggen. Ja. Ja. Daar had hij natuurlijk ook gelijk in. Ja. Want er stond er op een briefje, ik heb het niet mogen zeggen. Ja. Want dat over actualiteit van geschiedenis, hè? Ja. Iets wat zo lang geleden is, dat nu nog een taboe eigenlijk is. Ja. Ja, ze zijn je dankbaar en ze zitten ermee in de maag. De mensen zijn maar de autoriteiten niet. En daar zit dus groot verschil tussen wat autoriteiten vinden van wat er in de geschiedenis is gebeurd en wat mensen ervaren hebben dat is gebeurd. Ja, succes heeft altijd vele vaders en de nederlaag is eenzaam. Hè? Zo is het vaak. Met andere woorden, als je wetenschappelijke studies hebt van het NIOT en zo. En je legt het verhaal van de mensen zelf naast, dan hoeft dat niet altijd met elkaar te sporen. Nee.
Dat is voor mijn uitgever ook iets. Dat zei ik, nou ja, we proberen in die lengte te voorzien. Ja. Nog een sprongetje, ook naar de Eerste Wereldoorlog. We hebben die grote serie, De Grote Oorlog. Ja. Daar staat nummer 43 op. Is er ooit in Nederland eigenlijk een grotere serie geweest over die Eerste Wereldoorlog? Dat moet jij weten. Ja, ik denk het niet. Nee. Nee, ja, jij leest ook heel wat af. Misschien weet jij het. Nee, ik denk het ook niet. En we hadden geen idee, hè, toen we daar aan begonnen. Het was nog met Hans Andriessen in het begin. Dat begon eigenlijk omdat er losse artikelen binnenkwamen waarvoor dat wat te klein was voor een boekje, maar te leuk was om te laten liggen. Dat zijn we gaan bundelen. Het eerste deel had ook nog geen nummer. Toen kreeg ik nummer 2. Toen werd het eerste deel automatisch deel 1. En nu komt dus deel 43 uit. En ik heb het gevoel dat het einde niet in zicht is. Nee, ik heb nu een kopij binnen, denk ik, tot en met 45 niet toevallig. Het zijn allemaal gewone mensen die je verhaal schrijven over iets wat hen interesseert over de Eerste Wereldoorlog, waar ze zelf onderzoek naar doen en dan een mooi podium vinden om het gepubliceerd te krijgen. En wat anders nooit zou gebeuren. Ja. Maar dit is wel internationaal. Het is internationaal, er zitten ook veel beroepshistorici die opschrijven. Beroepshistorici, ja. In België die het schrijven. Ja. Maar ja, mij valt ook nog steeds op dat er heel veel onderwerpen niet goed op oostfront van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb een grote bibliotheek over de Eerste Wereldoorlog, maar daar zitten 1 of 2 boeken bij die handelen over het oostelijk deel van het front. En ik ben zelf in verschillende keren in Rusland geweest. Ik ben daar ook ieder boekhandel binnen geweest die ik tegenkwam. Daar heb ik sommige, ook een gespecialiseerde militaire boekhandel in Sint-Petersburg. Daar stonden gewoon 10.000 boeken over de oorlog. Over de Eerste Wereldoorlog was gewoon een plankje. Dat scheelt ik hoor. Ja, dat is dan de Tweede Wereldoorlog. Daar was veel over, maar dat is een gewonnen oorlog. Maar de Eerste Wereldoorlog, die natuurlijk voor Rusland in de revolutie eindigt, is natuurlijk een veel lastiger verhaal. Ja. En daar stond 1 plankje over, en dat was voornamelijk eigenlijk ook nog over allerlei marine kwesties. Dat is in Duitsland ook zo. Wonderlijk eigenlijk, ja. Ja, maar als je niet bent, dan valt er niks te vertellen. Nee, er valt niks te vieren. Ja, dan blijkbaar krijgen die overheidsinstituten dan ook geen opdracht om dat uit te zoeken. Nee. Dus je ziet dus dat die sturende politiek heeft toch ook zijn eigen agenda. En is dus mede bepalend voor het intellectuele klimaat dan eigenlijk in het land. Ja, nou ja, wat dat betreft is er dan een hoop werk voor. Ja, interessant is ook dat ik hetzelfde model heb ook rondom Nederlands-Indië heb gedaan. Ik heb al die heenkundigen ook gevraagd over verhalen van Indiëgangers, hun persoonlijke verhaal. Ja, ja, dat leeft ook enorm. Hè. We hebben nu op de uitgeverij die discussie met Bouke Geersink over Raymond Westerling. Ja. En daar is natuurlijk omstreden man. Maar je ziet dat daar ook verhalen over te vertellen zijn die tot nu toe eigenlijk niet bekend waren. En die komen nu boven. Dus ook daar zit gewoon de. Ja, dat is eigenlijk in beweging. De jongens daar waren. Ja. Onze Nederlandse jongen. En dat heeft ook weer te maken met de gedwongen dwangarbeid in Duitsland. Je moet je toch indenken, je zit 3 jaar in Duitsland. En dan kom je terug naar Nederland, naar de bevrijding. Ja. En dan kun je voor je dienstplicht nog 2 jaar naar Indië. Ja. Wat doet dat met die man? Ja. En dat is ook niet een tijd dat je even makkelijk over ging praten. Er waren wel andere problemen. Er waren andere problemen. Ja. Dus dat zijn dingen. Misschien is het over mensen. Dat is mensen. Nou, hartstikke goed. Henk, dankjewel. Alsjeblieft.